Goedendag. Het is licht wisselvallig lenteweer. Vanmiddag ziet het er fraai uit met zon en stapelwolken. Profiteren we van een klein hoogdrukgebiedje in onze omgeving. Maar op Hemelvaartsdag gaat het veranderen. Dan komt er een lage drukgebied bij. Ja, en u ziet het al op de weerkaart. Dat levert meer bewolking op. En vooral in het zuiden van het land een aantal buien. Maar vanmiddag ziet het er fraai uit met zon en stapelwolken. Op veel plaatsen blijft het droog. Alleen in het uiterste zuiden van het land is kans op een bui. Met temperaturen in de middag van 15 tot 18 graden en niet al te veel wind vanuit het zuidwesten, is het heerlijk lenteweer. Vanavond een mooie avond. Bij zonsondergang is het een graad of 14 en neemt de wind geleidelijk aan af. Op Hemelvaartsdag staat er maar weinig wind. Ik verwacht wat meer bewolking dan vandaag. En verspreid over het land kunnen een paar buien voorkomen. Op sommige plaatsen kunnen buien een tijdje uitregenen en is het erg nat. Maar er zijn ook plekken waar het morgen droog blijft en er meer ruimte is voor de zon. Met name in het noorden van het land is de buienkans een stuk kleiner. Daarbij staat er niet al te veel wind vanuit het noordoosten. En met temperaturen van 16 tot 18 graden is het aangenaam lenteweer. Daarna wisselvallig. Op vrijdag opnieuw in het noorden, meest droog in het zuiden de buien. In het weekend overal een paar buien en geleidelijk aan gaat de temperatuur iets omlaag. Ik wens u een fijne dag.